Vorig jaar deed ik mee aan Ripperda van Summerburne. En ook dit jaar doe ik weer mee aan hun nieuwe voorstelling, namelijk De Grote Vloed. Ik neem jullie mee op de persdag. Repetities zijn in volle gang, maar misschien voor de mensen thuis wel een belangrijke vraag. Waar gaat De Grote Vloed over? De Grote Vloed is een voorstelling die gaat over verdronken dorpen in de provincie Groningen. We hebben in de 16e eeuw is er watersnood geweest, waardoor er dorpen zijn verdronken. En wat er toen is gebeurd in die dorpen, vlak voordat ze verdronken zijn, en wat er gebeurde tussen een dochter en een vader, en in een klooster, en bij het waterbeheer, dat zijn allemaal onderwerpen die we bij elkaar in een voorstelling hebben gevat over activisme en ook liefde. Hoe is het om de regie van deze voorstelling te mogen doen? Nou, ik vind dat eigenlijk een eer. Want het is natuurlijk maar heel zelden in je leven als je regisseert dat je zoveel mensen kan regisseren op zo'n enorme geweldige locatie. En er is een orkest, een harmonieorkest, een koor, een heel groot ensemble, geweldige spelers. Dus het is voor mij echt heel leuk om te doen. En het is ook super hard werken. Welke rol speel je? Ik speel Aysa. En Aysa is eigenlijk het personage wat de meeste problemen veroorzaakt in dit stuk. Zij doet iets waardoor iedereen eigenlijk een heel groot probleem krijgt. Ik speel Fulke, de moederrol, de moeder van Aysa. En de vrouw van Tidde, mijn echtgenoot, de drost. En hoe is het om die rol te spelen? Wat voor rol is het? Een hele mooie rol. Ik doe er alles aan om mijn dochter te beschermen. En tegen mijn echtgenote, want die is echt heel kwaad tegen haar en slaat haar. Dus ik heb haar in het klooster gedaan om haar te beschermen. Maar zij denkt daar natuurlijk anders over. Zij denkt, mijn moeder heeft mij weggedaan. Maar die moeder doet er alles aan om haar een goed leven te laten leiden. En dit was het beste in haar ogen. Dus dat is best wel een strijd. Tidde, dat is de drost van het hele gebeuren hier. Beetje de baas, zou ik maar zeggen. Ja, een beetje simpel gezegd. Maar ik beheer hier alle mensen. Het is een beetje onaardig gezegd, maar het is wel zo. En ligt daar voor jou zelf nog een uitdaging in het spelen van deze rol ten opzichte van andere rollen die je hebt gespeeld? Wat een goede vraag. Nou, bij deze rol eigenlijk wel, omdat die best heel ver van mij af ligt. Want het is echt een bad guy. Het is echt een ontzettende slechte man. Die echt letterlijk over lijken gaat om te krijgen wat hij wil. En zo zit ik toch, hoop ik, zelf niet in elkaar. Maar dat neemt niet weg dat het altijd heel erg leuk is om op te zoeken. En gewoon toch met volle verve te proberen. Want slechterik spelen blijft toch iets heel leuks. Ik ben Tom. En dit is Okke. En wij zijn inderdaad twee beste buddies samen. En twee smokkelaars die even in dit dorpje hun slag komen slaan. Precies dat, ja. Zuster Agathe, priores, hoofd van het klooster. Oké, en wat voor rol is dat? Ligt daar nog een uitdaging voor jezelf in om die rol te spelen? Ja, best wel. Ze is de pittige tante die je niet over zich heen laat lopen. Dat vind ik altijd wel leuk, dat soort rollen. Ik heb heel veel verschillende rollen. Dus ik doe de rechter en ik doe een klimaatvluchteling en ik doe een bewakenaar en ik heb van alles en nog wat. Harco is de smid. En Harco heeft een bijzondere familieverbinding met één personage. Verder ga ik er niks over verklappen, want dat is een spoiler. Dit is Melina. Wij hebben allebei wel dingen gedaan met Vips TV. En wij spelen ook dezelfde rollen in deze voorstelling. We spelen een heleboel verschillende rollen. Hoe vind je het om mee te doen? Ja, ik vind het echt wel heel leuk om mee te doen. Het is mijn eerste echt een grote productie natuurlijk. En het is gewoon heel bijzonder hoe het allemaal gaat. En ook wel indrukwekkend om gewoon mee te maken, zeg maar, vind ik wel. Het is natuurlijk fantastisch. Ja, we zijn niet nieuw in het theater, maar om bij zoiets groots mee te mogen doen en om echt wel een paar leuke dingen ook te kunnen doen in het stuk, ja, dat is natuurlijk superleuk. Ja, zeker weten. Ja, ik had in eerste instantie alleen voor het koor geauditeerd. En toen heb ik gevraagd van, kan ik ook voor het ensemble, kan ik dan het dubbelen? Nou, zijn ze prima, doe maar. Dus hebben we gedaan. Dus ik zit zowel in het koor als samen met Hinkaat, mijn grote vriend. En ik ben Scato in de dingen. Yes, twee nare soldaatjes. Nare soldaatjes. Als ik het goed heb, heeft jouw vader vorig jaar meegespeeld in Ripperda. Heeft het jou ook extra overgehaald om dan nu mee te spelen? Heeft hij veel dingen erover verteld ook?
Ja, Joop heeft heel veel dingen erover verteld. En ik heb het natuurlijk gezien, dus ik vond het echt fantastisch. Ik bedoel, ik vind echt locatietheater zoals dit is gewoon helemaal te gek. En ja, Lisbeth Kooltoff, die belde mij en daar heb ik 20 jaar geleden ook veel mee gewerkt. Dus toen zei ik eigenlijk meteen ja. En dat had zowel te maken met haar, maar natuurlijk ook met deze productie. Dus het was voor mij geen twijfel of ik dit wel of niet zou doen. Dit is alweer de derde voorstelling van Summerbühne. Is er nog een muzikale uitdaging? Zeker. Wat we bijvoorbeeld gedaan hebben, is dat we dit jaar audities hebben gehouden voor koorleden. En audities in de zin van de mensen die beter zingen, mensen die nog beter zingen enzovoort. Dus daar hebben we een koor van samengesteld van mensen die denk ik heel mooi zingen. En die hebben bijvoorbeeld anders dan vorig jaar ook allemaal een zender op. Dus je hoort ze ook allemaal op een andere manier. We hebben andere muzieksolisten. We hebben bijvoorbeeld een instrument dat is een oud. Dat zou je kunnen uitleggen als een Arabische gitaar. Dus ondanks dat het ook weer met een groot orkest en een groot koor is, is het ook wel weer anders dan de afgelopen jaren. En wat leuk is, over muziek gesproken, alle acteurs zingen mee. Vorig jaar had je vooral dat het koor zong. Nu zingen zowel het koor als ook alle acteurs. Wat is voor jou de belangrijkste boodschap uit deze voorstelling eigenlijk, uit het verhaal? De belangrijkste boodschap is dat je elkaar moet helpen. En dat je er voor elkaar moet zijn, no matter what. Dus wat er gebeurt, wat er ook gaande is, heb je naasten lief en help je naasten. En zorg ervoor dat iedereen in veiligheid is. Ik speel een soort Greta Thunberg van het jaar 1500. En voor mij is het één groot metafoor van hoe we omgaan met de klimaatproblematiek. Dus zij kondigt het aan en nog een keer en nog een keer en nog een keer en niemand luistert. Het lijkt ook een beetje op de film Don't Look Up van Leonardo DiCaprio. Dat er eigenlijk iemand is die de waarheid vertelt, maar niemand luistert. En dat is voor mij het voornaamste thema van de voorstelling. Dat we toch eens wat vaker naar die ene gek moeten luisteren. Nou ja, er zijn natuurlijk ondertussen best wel wat mensen die dat zeggen. Dat de dijken gaan breken, ook in Nederland. Figuurlijk dan. En daar zouden we best wel eens volgens mij naar mogen luisteren. In plaats van denken, ja, het zal mij mijn tijd wel duren. Als klimaatvluchteling, daar zit een boodschap in over hoe we nu met ons klimaat omgaan, denk ik. En de gevolgen die dat zou kunnen hebben, van bijvoorbeeld het stijgen van de zeespiegel. Dus het stijgen van de zeespiegel, ik denk dat dat wel een heel relevant element is aan deze voorstelling, wat wel teruggrijpt op deze tijd. Eigenlijk vind ik dat je moet samenwerken. Dat je het niet allemaal alleen moet doen in het leven. Dat vind ik een hele belangrijke boodschap. En dat er meer liefde moet komen. Dus gewoon meer voor elkaar. In plaats van alles alleen maar voor jezelf. Ik denk, hij laat op een gegeven moment de liefde toe. En dat vind ik een heel mooi iets. Want dat zet heel veel andere dingen in beweging. En dat vind ik wel, ja, dat raakt me wel. Ik denk dat het wel over verbinding gaat. Met wie je verbinding kan hebben. Dat soms met de onverwachte persoon is en dat de verbinding meer is dan familie. Misschien dat je trouw moet blijven aan jezelf en staan voor wat jij vindt dat belangrijk is. Er zijn er natuurlijk een aantal, maar ik denk dat een van de belangrijke boodschappen is luister naar elkaar. Dat die boodschap ook is overheid, luister naar je burgers. Neem ze serieus. Hoor gewoon wat er aan de hand is daar. En ga met elkaar in gesprek. Dus dat is één. Ik denk de andere boodschap is ook wees zuinig. Wees zuinig met wat je hebt. Dus met je natuur. Wees zuinig met de relatie met elkaar. Probeer zo min mogelijk eigenlijk voortdurend in al die polariserende gevoelens te komen. Die we natuurlijk allemaal kennen. Dus dat vind ik er ook een belangrijk. Wees gewoon een beetje zuinig op elkaar. We zien af en toe hier al een beetje rondlopen, maar u heeft die hond eigenlijk altijd mee. Dat is een soort geluksbrenger of mascotte, zou ik willen zeggen. Klopt dat? Ja, Masha, dat is mijn kleine hondje en die vindt niet zo leuk als met mij meegaan overal naartoe. En die loopt hier gewoon rond alsof het eigenlijk gewoon haar terrein is. En wat ik merk, en dat is heel erg leuk, zij is ook heel goed voor de speler soms. Want soms is een speler een beetje nerveus. En dan zie ik zo'n nerveuze speler even een beetje naast Masha zitten. En dan gaat hij een beetje aaien. En dan zie je iemand gewoon denken, oh, ik word lekker rustig. Dus zij brengt eigenlijk heel veel liefde en vreugde verspreidt zich om zich heen. En mensen die zeggen vaak over Groningen een beetje het verre noorden eigenlijk. Best wel ver weg vanuit de randstad gezien. Hoe is het om op deze locatie hier in Groningen te spelen?
Nou, dan moet je aan hem vragen, want ik woon in Friesland, dus het is voor mij helemaal niet zo heel ver. Precies, en ik woon in Arnhem en ik vind het geweldig. Het is om hier alleen al naartoe te rijden in de auto is gewoon rustgevend. Het is prachtig, het is heel mooi, het zit vol met verhalen en de mensen zijn gezellig en fijn. De ensembleleden, heel leuk, enthousiast, veel passie. Ik heb als kind ooit in Drenthe gewoond en het was veel minder landelijk dan hier, maar dat zit ergens wel een beetje in mij. Ook na pak een beetje 45 jaar in Amsterdam wonen. Dus ik vind de ruimte en de wijsheid heel mooi. En ik moet ook toegeven dat ik als speler natuurlijk al, nou, weet ik veel, 15, 20 keer Groningen stad heb gespeeld. Maar dat het wel heel leuk is om Groningen dan gewoon voorbij te rijden. En dan eigenlijk wel te ontdekken wat hierachter nog allemaal is. Aan cultuur en geschiedenis. En, ja, dat vind ik wel heel bijzonder. Geweldig. Ik zit ook echt prachtig hier in Zeerijp, zit ik midden tussen de korenvelden. En ik ga er helemaal in op. Ik ben ook al uitgenodigd bij mensen. Een vriend van mij woont hier in Godlinzen. Dus ik heb mijn fiets meegenomen. En dan mag je ook nog hier werken. Dus ja, ik ga er helemaal in op. Ik hou ontzettend van locatievoorstellingen. En ik zit hier nu dan in totaal denk ik bijna 2 maanden. En dan, het is een soort turbocursus. En ik ga natuurlijk ook graag, want ik woon zelf in Amsterdam. Ik ga graag terug naar Amsterdam altijd, omdat daar mijn gezin woont. Maar ik ga met veel plezier hier naartoe. Dus ik vind het echt heerlijk. Dat is sowieso heel leuk, want het is heel mooi. En het is heel fijn om even een ander gebied te leren kennen. En wat ook wel heel... Ik als randstedeling wist niet dat de problematiek rondom de aardbevingen... Ik wist er natuurlijk wel van. Het is niet dat ik er niks van wist, maar... Opeens wordt het heel echt en je spreekt met mensen die er daadwerkelijk last van hebben. We slapen in een huisjespark. En daarnaast is er een heel park voor mensen die niet in een eigen huis meer kunnen wonen. Dus een soort herstelhuis hebben of een tussentijds huisje. Dus ik ben opeens heel bewust van hoe groot het probleem is. Dus dat is interessant, maar op een soort negatieve manier. Ja, het komt in één keer eigenlijk, alle verhalen die je hebt gehoord, die komen in één keer wat dichterbij en worden wat echter. Ja, precies. Die hele aardbevingsproblematiek en natuurlijk ook het hele klimaatverhaal, dat is nu heel groot in het nieuws. En met name voor in Groningen met de aardbevingsproblematiek. Dat is heel groot gemaakt, maar Groningen is zoveel meer. Ik bedoel, nogmaals, kijk om je heen en ja, daar word je toch helemaal gelukkig van. Ja, absoluut. Hopen dat ze ook daarvan wat meekrijgen nu ze hier zijn. Mooi. Is het ook spannend hoe deze voorstelling ontvangen gaat worden na Hollands Hoop en Ripperdaad? Ja, zeker. Elke nieuwe voorstelling die je maakt is spannend. En natuurlijk, hoe meer je er maakt, hoe meer mensen misschien gaan vergelijken met een vorige voorstelling. Maar nee, ik vind het heel spannend. Maar ik heb dus al heel veel repetities gezien en ik denk dat het heel leuk wordt. En dat mensen hier heel erg van onder indruk zullen zijn. Waarom moet iedereen naar deze voorstelling komen? Sowieso ten eerste voor Emma Josten. Groot talent en die zingt De Sterren van de Hemel, speelt geweldig. Dus daar ga je echt van genieten, dames en heren. Ten tweede absoluut. Voor Rabbi, die een van de beste acteurs van Nederland is. Het is fantastisch, het is een te gekke locatie. Ik bedoel, kom alleen al voor het decor. Om alleen dat te zien en dan vervolgens krijg je nog een fantastisch verhaal. De grote vloed, de overstromingen hier in de omgeving. Het is een stukje geschiedenis van Groningen. Er zitten wel een paar leuke parallellen met veel dingen waar we in Groningen, maar ook in de wereld nu mee aan het dealen zijn. Die worden in dit historische stuk ook behandeld. Dat is interessant. De macht die er was, eigenlijk over de burgers. Hè, en de burgers tegen de macht in. Ja, dat is nu ook. Die natuurlijk wel een beetje... lijken op de moderne tijden ook, maar dat zeggen we niet letterlijk. Buiten dat het een daadwerkelijk erg belangrijke boodschap heeft, gaat het ook over liefde. Echt een geweldige ervaring die je meemaakt, sowieso in alles. Prachtige muziek. Kostuums, fantastische spelers. Nou, het is een spektakel, het is lekker lang. Dat is ook heel fijn, je kunt gewoon echt sit back and enjoy. Zimmerbühne is gewoon een enorm theaterspektakel. Het heeft hele dramatische scènes, maar ook hele grappige scènes. Het laat je vooral ook ontroeren. Het is hard, maar ook daardoor ook goed. En ik denk dat er ook heel veel mensen moeten gaan kijken die vooral van gedachten moeten veranderen. Die gewoon denken van, oh ja, er is wel behoorlijk wat aan de hand. En ik denk als we dat voor elkaar gaan krijgen, ook met deze voorstelling, dan dat zou fantastisch zijn. Dus ik denk dat het op heel veel vlakken dat het mensen kan raken. Een zeer aangrijpend mooi verhaal is. En op deze prachtige locatie met zoveel goede spelers. Een koor, een orkest, het ensemble. Het is echt fantastisch. Dus het wordt mooi en groot. Het is gewoon een fantastisch leuke voorstelling. Ja. Dus geniet daarvan. Dus vandaar moet iedereen gewoon komen.
je moet gewoon komen kijken omdat het gewoon super vet is. Het is gewoon een hele leuke voorstelling. En wij spelen erin, dus je moet gewoon komen. Dit was de persrepetitie van De Grote Vloed. Ik ga weer verder met repeteren en wie weet tot bij de voorstellingen. Een fijne zomer. Doei!